Ze hebben altijd, als filmmaker hebben ze me altijd gezegd, want als acteur, ja, je speelt een rol, je krijgt je tekst en je doet dat. En ik doe dat heel graag, theater en film, maar als filmmaker, je werkt heel hard aan zo'n project. Dat is echt een deel van je leven dat je eraan geeft. En dan vind ik van, het moet het waard zijn, je moet er echt in geloven, je moet er echt mee, je moet dat voelen, je moet dat zien. Als ik iets zie, kan ik het verfilmen. Maar als ik het niet zie, ook al is dat iets heel simpel, dan lukt het mij niet. En ik had dan zoiets van, ja, want ze zeiden continu tegen mij, omdat ik van Turkse origine ben, Erkan, maak dus iets van het sociale thema van Turkse. Wat ik ook heb gedaan vroeger, maar ik vind niet dat ik dat moet doen, omdat ik van Turkse origine ben, moet ik iets sociaal getint, een drama en al die toestanden, nee. Ik zei, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga iets maken dat ik zelf wil zien. En ik had zoiets van, wat wil ik zelf zien? Een sprookje. Ik hou van sprookjes. En toen zei ik wel, ik ga een sprookje maken. En toen begon het. Dus we zijn begonnen eigenlijk gewoon uit. En het is, ik zeg het, alleen maar een script, een idee. En het is echt gegroeid met de tijd. Want zoiets dat... Ik zeg het meeste van die zaken, als je dat plant, dan lukt dat niet, denk ik. En het is ook niet dat wij zo'n... wij zijn geen productiehuis of zoiets die 5-6 producties per jaar realiseert. Dus wij werken een paar jaar aan zo'n film. Ja. En het was echt een proces. En tijdens het schrijven hadden we, om een voorbeeld te geven, Wim Opbroek, had ik al een idee van Mr. Google in de bibliotheek. Dus Mr. Google is dus... de bibliothecaris, hij weet dus alles en hij is heel snel, heeft een antwoord op alles, behalve op persoonlijke vragen. Dat is zo'n nuance dat we in de film hebben. Hè. Zo, dus op een gegeven moment, ons hoofdpersonage Isra vraagt dan iets persoonlijks aan Mr. Google, meneer Google, en hij zegt dan, ja, maar daar weet ik het antwoord niet op. En dan zegt Isra van, maar meneer Google weet toch alles? Nee. Op persoonlijke vragen, daar heb ik geen antwoord op. Daar moet je zelf over nadenken en beslissen. En dat zijn zo van die nuances dat we erin hebben gestoken. En ik had toen ook tijdens... Ja, ik was toen met de opnames bezig van Bowling Balls van Mark Pint, waar ik net mee deed. En we waren samen aan het werken met Wim Opbroek. En ik zag dat Wim en ik zeg, ja, maar dat is meneer Google. Ik zeg toen van, Wim, ik ben met een project bezig. Het is nog in schrijffase. Ben je geïnteresseerd? En hij zei, over wat gaat het? Ik vertel hem. En hij zei, dat lijkt me kei tof. Ik doe mee. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.